Yo, kijkers van Watchtaker, welkom bij een nieuwe tour van de Kingdom Zera. Want ja, de laatste aflevering is alweer van bijna 3 weken terug. Maar ik heb de laatste tijd zo hard gewerkt aan het nieuwe Zera-gebied. Ja jongens, holy shit. Jullie zien in ieder geval hier het woondistrict met de stadswacht en het badhuis wat hier staat. Dat is al insane. Maar er is nou een heel nieuw gebied gekomen trouwens. Dat is hier achter deze poort. Want hier komen we een beetje in het rijkere district. Ik heb niet echt een naam ervoor. Maar dit is het nieuwe district zoals jullie kunnen zien. Jullie hebben het ook al een beetje kunnen zien op de livestream van Danny's kanaal. Maar ik ben ondertussen al wel weer een stapje verder gegaan. Nou, je komt hier dus door de poort heen en dan zie je al een groot gebouw voor je neus. Het is een beetje vergelijkbaar met het gebouw wat ook van Lyort is. Lyort heeft een ambassade, maar er is hier nog een ambassade gebouwd, jongens. Zoals je hier kan zien. Wow, wat mooi. Hier hebben we trouwens een klein standbeeldje van een hert. Dat is dus de wolf, zal overtroffen worden door het hert. Dat is een kleine sneer naar de mensen van Fenrir, want ja, dat zijn natuurlijk de wolven, wij zijn de herten. Dus ja, dat is een beetje die tweestrijd die er is. En dan vond ik het wel leuk om recht tegenover een ambassade gewoon dit potje neer te zetten als een soort van snare. Maar ja, dit is dus de ambassade. Je kan hier eigenlijk al heel snel langslopen, want we gaan eerst even kijken naar dit. Dit zijn de stijgers en dit is meer een soort van, ja, hoe kan ik het zien, een soort van makkelijke manier om naar boven te komen. Dat je toch op de muur kan komen, want ja, de muur dat blijft toch een ding wat moet kunnen worden verdedigd. Dus vanaf hier zie je het al. Ja, daarachter is Empire, jongens. Oh shit, we zitten echt tegen Empire aan. En ja, dan kan je hier dus eigenlijk de stijger beklimmen. Want eerst zou ik hier een trap willen maken. Maar toen dacht ik van ja, maar hier heb je veel te weinig ruimte voor. Of je zit echt knal tegen die ambassade aan. Waarom zet ik hier niet gewoon een stijger neer? Alsof het lijkt dat men aan het werk is met de muur. Maar nee, het is dus eigenlijk gewoon een makkelijke methode om op de muur te komen. Nou, dan komen we hier. Dit zijn de stallen van de ambassade van Fenrir. Ze kunnen hier 4 hokjes gebruiken met de mooie hooibalen die erboven zijn. En vanaf hier kan je de ambassade binnen. Maar dat gaan we nou niet doen. We gaan dat via de voorkant doen. De voorkant zal zeggen, hé, de deur zit open. En dan zie je hier al iets dat te maken heeft met Fenrir. Dat is deze mooie gekleurde vloer. Dit kleedje, dat ziet er heel leuk uit. Dan heb je hier een soort van entreehal waar gewoon je ding kan doen. Je kan hier zitten, je kan hier praten met mensen. Dan zie je een slaapzaal voor de soldaten. Hier kunnen de soldaten lekker slapen. Dat is een beetje net zoals wat ook de ambassade van Lyort heeft. Dan hebben we hier een slaapkamer voor de ambassadeur. Die heeft een weer wat rijkelijkere slaapkamer met een hele mooie armor stand. Oh, wat leuk. Daar kan hij straks zijn spulletjes op zetten zeggen. Oh, wat leuk, hè? Ja, en dan hier beneden dan hebben wij gewoon het survival dingetje. Dus mensen kunnen hier straks komen, kunnen ze hier hun spullen opslaan. Net zo makkelijk. En dan komen we hierboven. Echt heel leuk wordt dat, jongens. Oh, wat leuk. Kijk, dan heb je een soort van hal met een kroonluchter met toortjes eraan. En dan kom je hier in hun, ja, een soort van kantoorgebouw, een archief. Hier slaan ze hun contactgegevens op van Zera. En dan heb je hier de laatste mogelijkheid. Want ja, het is niet echt een hele grote ambassade. Er zit geen overlegkamer in, maar dat vond ik ook niet echt nodig. Want daarvoor hebben we zoveel gebouwen hier in Zera. Maar ja, je hebt hier ook een toren. Daar kan je een beetje kijken over heel de stad, zeg maar. Daar is dus een gebouwtje met een mooie klok er weer bij. Dan hebben we hier iets. Nou, hier, dit wordt... Ja, ik ben trouwens gewoon nog steeds op de bouwserver wat opnemen. Dus ja, dat kun je allemaal wel een beetje zien. Maar hier daarachter zijn dus de paardenrenbanen. Ja, en hier zit alweer een nieuw iets. Oh, daar gaan we straks even kijken, jongens. Oh, dat wordt leuk, zeg. Maar ja, je hebt hier dus eigenlijk een soort van uitkijktoren voor Fenrir. En volgens mij zie ik dat hier het dak nog moet worden gemaakt. Oh shit, dat ben ik gewoon vergeten, jongens. Dan moet ik straks even naar de stream gaan. Of naar de stream, wat? Naar de aflevering ga ik dat even doen. Nou, dan heb je hier dus eigenlijk een soort van... Ja, dit wordt leuk. Dit wordt een veilingshal, jongens. Je hebt hier een veilingshal. Mensen kunnen hier straks gewoon gaan zitten. Of een trouwerij kan hier plaatsvinden. Dan kan je daar dus gewoon op het podium kan dan de... Ja, de gast die de auction eigenlijk geeft. De veiler, ik weet even niet wat de naam is, maar die kan hier gaan staan. En die kan hier dus zijn verhaal gaan vertellen. Dus die gaat dan hier gewoon staan. Ze spreekt zo toe, hallo, jullie kunnen hier dus je ding kopen. Je kan hier armor kopen, je weet ik veel wat je hier allemaal kan kopen. Dus dat is allemaal wel leuk. Dan heb je hier een paar bankjes, daar kunnen dan de spelers zitten. En ja, daarboven staat ook nog een hele opslag. Ja, dat is dus eigenlijk een beetje het nut van dit gebouwtje. Maar dan komen we nu bij het nieuwe district. Want ja, je hebt hier dan nog een soort van pad wat je kan volgen. Dit pad zorgt ervoor dat je hier bij deze grote muur komt. En hier zie je het al wel. Het is al een beetje, hoe zeg je, Dawnguard-achtig. Dawnguard heeft hele sterke muren. En ja, dit is eigenlijk ook een van de sterkere muren hier in Silverport. Stel, de hele stad zit vol met handelaren. Die trekken hun messen en denken van, hey, we gaan iedereen vermoorden, jongen.
Ja, wat wij dan doen is we gooien deze poort dicht en vanaf hier kunnen we dan verdedigen. Dit is eigenlijk een beetje het fort van Silverport, oftewel de Noble Ring. Hier zitten dus eigenlijk alle nobele mensen die hier in de omgeving komen. Dit is eigenlijk ook wel het hart van Silverport genoemd. Oftewel, hier zit dus de hertog van Silverport. En dat is in dit geval Jordi met het element aarde wat je hier ziet. Dan kom je hier bij de barakken. En de barakken, dat is eigenlijk een plek waar soldaten kunnen zitten. Hier zitten de officieren, die houden even de boel bij. Officier 1 en officier 2. Die zitten hier zo, er komt iemand hier naar binnen en die zegt van... Ja, maar ik wil dat het leger onze farm gaat beschermen van de rovers. Nou, dan kunnen ze hier aankomen, dan kunnen ze kloppen, dan worden ze geholpen. En dan worden de soldaten erop afgestuurd. Hier hebben ze een eetzaal. En hierboven hebben ze een armory, die vind ik echt wel heel vet trouwens. Kijk, als je hier komt, dan zie je allemaal setjes armor achter slot en grendel. Goh, wat leuk! En dan heb je hier natuurlijk de slaapzaal. Net zo'n beetje als wat ook de ambassade heeft van Fendrin. Maar in dit geval is dat dus gewoon onze mooie barak. En ja, dan hebben we hier natuurlijk ook iemand die de legers aanvoert. Want ja, de legers moeten natuurlijk aangevoerd worden hier in Zera. Want ja, dit is een beetje... Ja, als je het niet hebt, dan heb je het ongeorganiseerde boel, weet je wel. Dat kan gewoon niet. Dat is een beetje een rotzooitje. Ja, dan moeten we even nog niet naar rechts kijken. Dus ja, we volgen dit pad. En ja, dan hebben wij hier ons commandantenhuis. Of officierenhuis wil ik het niet noemen. Maar hier zit dus eigenlijk de leider van het leger hier in Silverport. Dus zeg maar de man die onder Yari valt als generaal zijnde. Die kan dus hier gewoon lekker wonen. En dat is tevens ook de leider van de stadswacht die hier woont. Dus die gaat dat mooi allemaal overzien. Dus die heeft een heel leuk tuintje. Een beetje feng shui, zoals we dat zeggen hier in Zera. En dan zie je het al wel. Commander's Office. Dan kom je hier en dan denk je al van... Oh, nou hier kan de commandant zitten. Terwijl hij zijn officieren toepraat. Eventueel nog met de hertog hier gaat zitten. Want ja, de hertog heeft natuurlijk wel ook een leidinggevende rol. Of hij werkt soort van samen met de commandant. Want ja, je hebt het leger en je hebt de macht. Maar ja, de macht stuurt uiteindelijk ook wel het leger aan. Die zorgt ervoor dat... Dat dus het leger ook toetreedt waarbij nodig. En ja, het is heel leuk gelukt. Ik vind het leuk met die armor. Beetje wat goud. En aan hierboven dan hebben we een hele mooie slaapkamer. En daar kan hij mooi gaan zitten. Maar ja, hier doen we nog niet voor. Kijk, hier heb je nog een klein balkonnetje. Kan je mooi op zijn tuintje kijken. Maar, dit vind ik echt het vetste. Want kijk, je hebt hier een open raam. En dan zie je het al hierachter, jongens. Holy shit. Dit is gewoon de villa. De plek. De zetel van de hertog die hier komt te staan. Dit wordt eigenlijk de villa van Silverport. Dit wordt echt heel vet, jongens. Hier ben ik nog steeds mee bezig, dus ik ga nog niet alles straks laten zien. We kunnen nog wel even een glimpsje doen van de tuinen en van de troon. Of nou, de zetel. Maar kijk, hier heb je dus ook de mogelijkheid om op de muur te komen. Want ja, je moet natuurlijk ook op de muren kunnen komen. Tada, je hebt twee lagen van de muren. En de toren zijn vrij goed. Vanuit daar kan je bijna alles al raken, zeg maar. Hey, ja, dat kan, hè? Ja, leuk. En vanaf hier gaan we dan even kijken naar de villa van meneer Jordi. Gordi, hertog Gordi. Dan kom je hier binnen. En dan denk je al van, oh jongens, dit is zo groot. Wat zet je de tuin bij? Ja, je komt hier en dan heb je hier het middenstuk. En vanaf hier kan je naar de stallen toe. Want Jordi heeft zijn eigen stallen. Die kan hier mooi zijn paardjes in kwijt. Want ik had al gehoord dat hij aardig van paarden houdt. Dus ja, dan kan ik zal je een beetje overheen vliegen. Er zit een soort van patroon in de vloer, zoals je kan zien, of op in de tuin. Een soort van oog. Misschien dat nog wel iets te maken gaat hebben met de tempels. Oh shit, spoilers. En dan zit hier nog een tuinhuisje. Die kan ik ook nog wel even laten zien. Dat stelt niet veel voor. Maar hij wilde een tuinhuisje met wat kistjes. Dus dat is het eigenlijk wel. En dan gaan we nu naar de finishing touch van de stad. Of in ieder geval, we zijn bijna klaar, jongens. Ik denk dat als we het nou af moeten maken, moeten we nou nog twee districten maken. Dat is de hele haven zelf. Maar ook moeten wij de warenhuizen nog gaan neerzetten. Dus dat moet sowieso nog komen. Maar ja, dan komt dit. Dus dit is zeg maar de entree. Je ziet hier al echt een mooi balkonnetje waar ik kan staan. En zo vol kan toespreken van... Mensen van Silverport, ik wil dat jullie zoveel mogelijk gaan handelen met de andere kingdoms. En dan doen ze dat gewoon, weet je. Dat is echt het leuke eraan. Maar ja, hij komt hier dus al binnen en dan zie je al wat stenen staan. Want ja, aarde is niks zonder steen. Dan heeft hij kolen, dan heeft hij nog meer kolen. Dan heeft hij hier goud en dan heeft hij zelfs...
vier emeralds. En dan zie je hier dus zijn zetel zitten. Dit is eigenlijk gewoon... elk hertogdom zal een zetel krijgen. En dat is zeg maar de stoel die onder die van de koning valt. De koning heeft natuurlijk de grootste troon. Maar die zetels die zijn ook belangrijk. En wie de zetels zeg maar bezet heeft... die kan dus bepalen wat er in die hertogdommen gebeurd wordt. Dus stel je Nava zou je aanvallen en koning Samal die zet hier een of andere... Wie zit hier op Teamspeak? Ik zie hier Dennis Denoir, zal hij hier gaan zetten. Dan is gewoon dit hele gebied van hem, omdat hij hier gewoon de troon bezit. Dus ja, en dan heb je hier nog een deel van de hal, maar hier zie je allemaal donkere kamers. Want dit moet allemaal nog ingericht worden, maar die hal is wel leuk trouwens. Dus ja, maar dit is eigenlijk een beetje hoe Silverport er nou van de buitenkant uitziet. Want ja, ik kan nog even van bovenaf laten zien. Je hebt hier dus dit gebouw. Dit ding van Jordi met de legergebouwtjes. Dan heb je hier de veilingshal met de ambassade van Fenrin. Dan heb je huizen. Dan heb je daar de stadswacht. Dan heb je het badhuis. Dan heb je de liften, zeg maar. Dan heb je hier allemaal huisjes. Dan hebben we de beurs. Dan hebben we de bakker, dan hebben we alle winkeltjes nog, het winkelplein. Dit is zeg maar echt het handelsplein. Dan hebben we de ambassade hier nog staan. Dan hebben we daar de herberg en dan hebben we de bouwgilde. Dus dat is eigenlijk best wel een grote stad. En de haven moet dan nog worden gebouwd. Dus ik ben eigenlijk best wel trots op dat wij dit al hebben gemaakt. En best wel een korte termijn. Ik heb dit ook volledig zelf gemaakt. Eigenlijk alles wat hier in de bovenste deel van de stad staat, heb ik zelf ontworpen. Dus vond je dit leuk? Doe eventjes dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjagger voor meer van de toeren door Zera, door Silverport. Want we hebben het bijna af. Ik denk dat we nu op 60-65% zitten van de stad. Dus ja, hopelijk vond je het leuk. Abonneer natuurlijk op Watchjagger. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering van natuurlijk de Zera Tours. Dus bedankt voor het kijken en later.